Beste inwoners van Den Helder, maar natuurlijk ook bezoekers van Den Helder. Toeristen die ook in Den Helder en Julianendorp hun vakantie komen vieren. Wat zou het mooi zijn als we vandaag alweer die 1,5 meter afstand van ons af zouden kunnen zetten. En weer gezellig zouden kunnen winkelen, boodschappen kunnen doen, ergens een ijsje eten of zoals hier gezellig aan het strand zouden kunnen zitten. Met elkaar, door elkaar, met je oma of je opa of met je vrienden en vriendinnen. Helaas, zover is het nog niet. Het coronavirus is nog steeds onder ons. Sterker nog, de afgelopen dagen is het alleen maar weer erger geworden. Dus dat geldt voor iedereen. Of je nou oud bent of jong, het coronavirus treft ons allemaal. En als het jezelf niet treft, dan kun je wel drager zijn van het virus en kun je andere mensen daarmee besmetten. Dus als je verkouden bent of je voelt je wat grieperig, blijf thuis. En als je ergens binnenkomt bij een ondernemer, of dat nou een horecaondernemer is of een gewone winkel, hou je dan ook aan de regels. Hou afstand, was regelmatig je handen. Als je verkouden bent of je voelt je niet lekker, blijf dan gewoon thuis. En probeer het op een andere manier gezellig met elkaar te maken. Als we dat doen, dan kunnen we het coronavirus gewoon bestrijden. Ik begrijp heel goed dat jullie eigenlijk best uitzien naar een feestje of ergens gezellig in de tuin een feestje vieren. En toch wil ik graag met jullie een afspraak maken. Blijf ook in deze lastige tijd letten op de afstand die je tot elkaar hebt. En ik denk dat als we dat doen, dat we samen het coronavirus kunnen bestrijden. Ik wens jullie ondanks het coronavirus toch nog een hele mooie en fijne zomer toe. Oh ja, en voor ik het vergeet te zeggen, mocht je nou last hebben van milde verkoudheidsklachten of je voelt je grieperig, je hebt koorts, ga dan naar een van de teststraten toe. Er zit er een in Hoorn, bij Zwaag, en een in Alkmaar. En vanaf september kun je ook laten testen in Den Helder. Doe het niet alleen voor jezelf, maar je doet het ook voor anderen. Voor je omgeving, je familie, oudere mensen. Maar vergis je niet, hè? Ook voor jongeren geldt dat.